Hallo lieve mensen, dit is Lumeria met het positieve bericht op vrijdag 21 april. Ik moest even nadenken. Jullie hebben mijn positieve berichten van de week een beetje gemist. Ik heb wel een microfoon. het moet dan allemaal even weer wennen, hè? Ik heb mijn haartjes gewassen en dan kijk ik in die camera en denk ik, oh ja, morgen een beetje blauw er weer in verven. Gaat helemaal goed komen. Ik had voor mezelf inderdaad wat rust genomen. He, zei Christel van Rik. Denk je nou eindelijk eens een keer aan jezelf? Het zijn echte vrienden, hè? Ja, zulke lieverd. Rik heeft heel goed de groepen op Telegram even voorzien van berichtjes. En Connie en Soraya en jullie ook. En hier en daar heb ik ook nog een bericht gedaan. En het voelt ook wel van, oh ja, ik ben er wel weer. Het was nieuwe maan, ik moest een medisch onderzoek. Niet ernstig, jongens. Echt niet. Alleen, dan weet ik wel weer waarom ik dat onderzoek al twee keer had niet afgezegd. En het sloopt mij. En ik kan mijn energie sturen, alleen... Het is ook zo dat natuurlijk wij vorige week een persoonlijke ontwikkelings masterclass hebben gehad voor 4 dagen. Het nieuwe maan was, en dan zo'n onderzoek en ik kan me er goed tegen weren. Alleen schijnbaar was het ook even nodig om voor mezelf die rust te nemen, zodat je even alles op zijn plek kan zetten en dat je ook inderdaad waarneemt waar jullie elke dag in zitten. Want ik kom niet zo vaak buiten de deur. Dus zo'n ziekenhuis, UMCG was het. Echt waar, lieverd. Stelt niks voor. En het was goed, mijn hartje klopt nog. Daar ging het om. Was een laatste onderzoek wat ik graag even wou doen. En dat komt omdat ik na jaren... hebben we heel veel avonturen en uitdagingen beleefd. En mijn hartje vond dat wel heel veel. Dus daar is even op gemonitord. En eigenlijk is het heel stabiel en goed. Ik had zelfs gewoon 's morgens de pilletjes vergeten die ik geacht word te nemen. Want dat doe ik en dat weet ook de professor. Ik doe dat toch op gevoel. Hij kan wel tegen me zeggen dat ik 3 pillen per dag moet nemen. Maar als ik vind dat ik geen hoef, dan doe ik niet. En als ik denk dat wel eentje moet, dan doe ik wel. Dat weet hij. Ik bepaal wat er met mijn lichaam gebeurt. Alleen dan kom je dus in zo'n ziekenhuis en dan heb je het niet voor het uitzoeken wie de behandeling bij jou doet. Ja. Nou ja, dus hoeveel kan een mens hebben? Nou, zoveel dus. Dus ik was woensdag ook erg blij dat ik mij kon afkoppelen van de apparatuur. Heb ook gelijk uit huis teruggestuurd, met liefdevolle energie gezegend daarheen, want dat was dus nooit gebeurd. Ja, dat is ook iets, hè? Zuiver je energie. En dan heb je zuiver je energie en dan krijg je dus een holter die dus heel veel mensen hebben gebruikt. Die wordt dus nooit energetisch gezuiverd. En natuurlijk zijn er verpleegkundigen of zusters of die mensen die dat zo prachtig allemaal doen, die het wel vast hebben en die van hun zelf nature, van hun natuur al een zuiverende energie geven. Dat weten ze zelf dan niet. Zo eentje zat er wel. Alleen dat neemt nooit al die energie weg als het niet eens even met Sali gedaan wordt. En schijnbaar was het even nodig dat zo'n apparaat op mijn pad kwam. En ik me ook kon realiseren, oh ja, dat is ook zo. Of je wordt door een NPC, een non-player character, geholpen. Ja, dat was erg duidelijk dat dat een NPC was. Die wachtte niet tot ik ook goeiedag zei. Die deed haar verhaal en kwam er ook niet tussen. En we dachten al dat u niet mee kwam. Ze had ook, ik was wat later, want er was file. Ver voor Groningen al, Zuidhorn. En dat zegt heel veel van jullie, nee, sommigen wel. En daar reden we dan tussen de 37 kilometer. En dan moet je gewoon nog 10 kilometer rijden. Ja, en ik was al heel vroeg weggegaan. Voor mijn doen, heel vroeg. Ik dacht, ik zal eens op tijd zijn. Nou,
Ik was er 9:05 en 9:00 was de afspraak. En toen moest ik eerst nog door een molen en dan moest ik eerst nog door een zuil en moest mijn handen desinfecteren. Dat gaan we niet doen. Dat gruwelijke spul. Dus ik moest wel in zo'n zuil en toen moest ik nog naar de balie, maar dat klopte natuurlijk allemaal weer niet. Nou, daar kan ik ook niks aan doen dat zij dat allemaal zo doen. Nou, en toen werd ik al opgeroepen en... We dachten dat u niet meer kwam. Nou, wees blij dat ik er ben. Ze had ook kunnen zeggen, goh, wat fijn dat u er bent. We dachten, al zou ze nog wel komen. Ja. Dat deed ik vroeger al. Maar nu heb ik nog meer tools gekregen van Gerrit de Haan om dat nog beter te doen. Sommige van jullie, ik kreeg net een heel leuk appje. Sommige van jullie merken het ook. Nou, mooi. Filmpje van gisteren. Naakt in het bos. Sommigen zeiden, je hoeft je toch niet te verantwoorden? Nee, dat doe ik ook helemaal niet. Ik grijp gewoon elke mogelijkheid om een leuk filmpje te maken, grijp ik aan. En het is een bewustwording. Het is zeker geen verantwoordelijkheid wat ik afleg, want dat hoef ik aan niemand behalve aan mezelf. En het ging er dus om dat iemand de verantwoordelijkheid bij mij neerlegt. En jij bent niet goed bezig omdat je geld vraagt voor diensten waarvan ik denk dat jij die gratis moet gaan doen. Dat zegt heel veel over hem. En ik heb wel vaker dit soort... Als je weer een surfilmpje maakt, noem het dan geen WG-filmpje. Maar noem het dan gewoon een surfilmpje. Nou, ik vond het geen surfilmpje. Omdat de reden is een bewustwording. Er speelt dus onder jullie als publiek, onder de mensen, speelt er dus nog steeds... een gevoel, niet alle mensen, hier en daar eentje, hè? Maar het speelt nog steeds wel dat het moeilijk is om de ander iets te zien doen wat jij ook graag zou willen doen of durven doen. Dat jij die vaardigheden hebt om datgene te doen. Ik heb het ook niet zomaar gekregen en jullie merken aan mij, ik ben nu ook nog aan het leren en oefenen. Ondanks dat ik al meer dan 20 jaar met een eigen praktijk bezig ben. Het gaat erom dat je je bewust wordt. Heel mooi met de opleidingsblok van de afgelopen week. We moesten, als ik had geweigerd, dan was het niet gebeurd. Maar dat was niet echt. Even, dat is ook heel leuk, dat je als groep even, iedereen kwam naar voren. Wie ben jij? Peter was als eerste, of... tenminste voor mij geweest, we waren een van de laatsten. En Peter begon te vertellen, hij woonde in Noord-Burgum, getrouwd. En, toen mocht ik. En ik was een van de laatsten. En ik had er al over nagedacht, wat zal ik nou zeggen wat mijn beroep is? Want, wat is mijn beroep? Hoe kan ik mijn beroep omschrijven? Ik doe zoveel. En ik ben dit, of ik ben het niet. Ik doe die werkzaamheden en ik doe deze werkzaamheden en ik doe dat nog en dat nog en dat nog. En hoe kan je dat in één woord eigenlijk benoemen? Want de eersten die vertelden allemaal wat hun werkzaamheden waren. Dus ik ging al puzzelen van hoe noem ik mijn werkzaamheden? Hoe noem ik mijn baan? Toen had ik dat bedacht en toen de rest, die ging dat helemaal niet meer vertellen, dus dan hoefde ik dat niet meer. En jullie willen dat natuurlijk wel weten wat ik bedacht had. Dus ik ging daar naar voren toe en ik heb dat niet verteld. Ik heb alleen verteld, goh, nou, ik zei, toevallig woon ik ook in Noord-Burgum en slaap ik naast die man elke avond. Nou ja, zo. Ik had voor mezelf bedacht en jullie mogen daar gerust even een invulling aan geven. Ook eventjes een reactie geven. Geef een leuk als je het zegt van, hey, dat past er echt bij. Ik dacht, ik ga mezelf inspirator noemen. Want ik ben met mezelf, met een bewustwordingsproces bezig en ook met jullie. Ik vind dat heel leuk. Dus als zo'n mail komt waarin iemand mij heel keurig taalgebruik, echt respectvol vertelt dat hij het echt vreselijk vindt hoe...
vloggers dan cursussen, workshops en ook nog betaalde lidmaatschappen hebben, dat ze daar zoveel geld aan moeten gaan verdienen, dat dat gewoon heel erg is. En dan denk ik, wauw, die pak ik uit en dan ga ik een filmpje over maken. Daar word ik heel blij van. Dat ik denk van, yes, nee, het gaat er niet om dat ik even ga zeuren. Het gaat erom dat ik even lekker bewustwordingsprocessen op gang kan brengen. En bij een aantal van jullie kreeg ik inderdaad de reactie, maar je hoeft je niet te verantwoorden. Nou, ook bij dit filmpje hoef je dat niet te zeggen, want dat is niet in mijn intentie dat ik mij verantwoord. Dat doe ik alleen tegenover mezelf. Ja, denk daar maar even over na. Je hoeft aan niemand verantwoording af te leggen. En jij bent niet verantwoordelijk voor het leven van het ander. En alles wat in dat leven gebeurt. Kijk daarvoor op mijn filmpje als zielen hun leven op aarde gaan leiden. En vraag mij daarover als je daarmee zit. Als je denkt van, maar hoe dan? Als dit of dat met die ene gebeurt. Of ik zie dit gebeuren in het leven van mijn kind. Of van mijn buurvrouw. Of van wie dan ook. Geef mij dat terug, want dan kan ik hier als inspirator uitleg geven aan jou. Blijf er niet mee zitten, word niet boos, word niet gefrustreerd. Stuur me een privé-appje of doe een reactie onder het filmpje en je zal zien dat ik uitleg geef. Ik geef ook uitleg op 18 juni bij Soul Balance. Broek op Lange Dijk, daar geef ik de lezing als zielen hun leven op aarde gaan leiden. En de dag ervoor geef ik de lezing over kracht van positief denken. Dus dan kan je, als je dat wilt, een heel leuk weekend hebben met enorm veel inspiratie. Het is leuk, vind je op mijn webshop onder lezingen. Kan je even zien of je dat leuk vindt. En als je dat leuk vindt, dan kan je kijken of het je lukt om erbij te zijn. Je bent van harte welkom. Nou, dus dit was even weer een startpunt om met de positieve dagfilmpjes te beginnen. En ik wou eventjes, dat is leuk hè. Ik krijg dan rechtsonder in mijn schermpje komt dan even een plopje van, er is een mailtje binnengekomen. En dan krijg ik van bol.com, krijg ik nu een mailtje dat ik het boekje, een van de boekjes, heb verkocht van Als zielen hun leven op aarde gaan leiden. Kijk, dat is geen toeval, hè? Dat heet synchroniciteit. Alles loopt volgens een kosmische orde. En dit is eigenlijk ook wel een wereldse gebeurtenisfilmpje, hè? Maar deze positieve filmpjes, die had ik deze hele week nog niet gedaan. Dus, daarom gaan we daarmee verder. En synchroniciteit komt altijd overal voor. In alle lagen, hier in dit filmpje, dat dit gebeurt, dat gebeurt niet voor niks. En dat is met alles zo. Er is overal kosmische orde en synchroniciteit. Houd het in de gaten. Het een gebeurt niet zonder dat het ander gebeurt. Of het ander gebeurt omdat er iets anders ook gebeurd was. En alles is energie. En dat is belangrijk. Goed, de dagkaart van vandaag. Ik moet even kijken. Nee. Ik ga morgen, als Peter aan het grasmaaien is, dacht ik. Dat is achterhuis, dit is voorhuis. En ik dacht, dan ga ik dan nog even speciale filmpjes maken. Ik had gezien dat ik het filmpje van YouTube had gehaald waarin ik uitleg hoe ik aan de cijfers kom. Want we zijn er 68, 14, 5 dag. Dat is een dag waarop je kracht en balans weer kan ervaren. Het is vandaag, vieren de moslims het suikerfeest. Ik weet niet wat je daarbij zegt, maar vrolijk suikerfeest zou ik zeggen. Gezegend suikerfeest of whatever. Ik vind het fijn dat jullie ook op deze manier stilstaan bij jullie waarden en normen en geloofsovertuiging. En wees lief voor elkaar. Er zijn in de wereld ook veel staakt het vuur is gedaan. Dan denk ik, nou, dan ga je toch bedenken dat het net als bij ons elke dag kerst is en bij jullie elke dag suikerfeest. Dan hebben we vrede. Zou een hele goeie zijn. Ik ga dus die 68, 14, 5, dat is best wel een beetje chaotische, rumoerige dag, merkte ik ook wel.
Veel berichten heen en weer. Heel veel berichtjes met heel veel mensen vandaag. En mooie berichten hoor, echt waar. Daar hou ik ook van. Even kijken. Oh, ik dacht, oh, heb ik een afspraak gemist, maar hij staat op 5 mei. Bevrijdingsdag ga ik ook nog weer. Heb ik al eerder een filmpje over gemaakt? Ga ik ook weer filmpjes over maken? Nee, we hadden echt niks. Suikerfeest, 48, 68, 14, 5. We zijn nog steeds in de nieuwe maanenergie. Ik kijk nog even naar mijn energiebericht van gisteren. Visualiseer wat jouw grootste wens is, wat je nu zou willen realiseren. Maak het klein, zodat je wens ook vervuld kan worden, zodat jij de acties kan ondernemen, zodat je wens vervuld wordt. En als deze wens vervuld wordt, is dat dan een golfbeweging naar al jouw grotere wensen toe. Teken het, schrijf het, maak het tastbaar. De kaart voor vandaag. Ik zal eens even kijken. We hebben dan een heel klein stapeltje kaarten. En sowieso, als ik nog kaarten overhoud, 1 mei ga ik met een andere set bezig. De zeester. Sta open voor eindeloze mogelijkheden. En wat, dit is ook synchroniciteit. Het klopt altijd. Het is kaart 67, het is een karmisch getal. En die zeester is een hele mooie. Ik had ook volgens mij, ik zal eens kijken, volgens mij was de zeester, ja. De zeester is ook het krachtdier van april. De zeester, deze bijzonder mooie stervormige vis, spreekt ook, dit staat in mijn agenda, heksagenda. Deze bijzonder mooie stervormige vis spreekt als een verbeelding. Deze vis eet je niet. Ze is met honderden kleine uitsteeksels bedekt, waardoor ze een natuurlijke bescherming heeft. De vorm van de sterrenpentagram, alle elementen worden vertegenwoordigd in dit kleine beestje. Laat deze maand de zeester met je meegaan op je pad. Laat ze je beschermen tegen prikkels van buitenaf en je de speelsheid van de zee laten ervaren. Het zoete leven in alles wat je aanraakt. En in 2024 zal ik er persoonlijk voor zorgen dat de maandstanden van april ook echt van 2024 zijn. Want we hadden die niet veranderd en we hebben het niet gezien. De rest van de agenda klopt. Nu gaan we kijken wat er in het boekje staat. Maar ik vond hem zo toevallig dat hij nou voorbij kwam. De ene laatste kaart. Wat zegt Colette Baron Reed? Wanneer hij op het strand ligt, opent de zeester zich helemaal voor de stralen van de zon. Voor de kracht van de energie. Als je naar de horizon kijkt, sta je dan ook open voor oneindige mogelijkheden? Spirit is de bron van kansen die je wildste verwachtingen te boven gaan. En hij verzekert je dat er oneindige veel mogelijkheden tot je beschikking staan. Op dit moment dringt de spirit van de zeester er bij je op aan dat je over je eigen grenzen van het leven van alle dag en je comfortzone heen moet gaan. Gerrit de Haan zegt, trek je comfortzone maar uit, hang maar in de kast. Helemaal goed. Zo kun je groter dromen en geloven met nog meer hoop en vertrouwen, want er straalt een miraculeuze kracht op je neer. Voel deze en baat erin. Sta open om met inspiratie te worden vervuld. Deze kaart komt met een zeer gunstige boodschap. Jouw potentieel is oneindig. Goed, genoeg voor vandaag. Ik wens jullie een mooie dag. Dag allemaal.